Zo, hoi. Dus jij bent op zoek naar een manier waarop je je bedrijf organisch kunt laten groeien. En wat bedoel ik dan met organisch kunt laten groeien? Dat je feitelijk gezien het bedrijf kunt laten groeien en bloeien zonder dat je daar al te veel marketingbudget voor beschikbaar hebt of beschikbaar hoeft of wilt stellen. Een aantal dingen die ik daarin heb benoemd is: het begint allemaal bij een sterk merk. Een merk met een sterk verhaal. Wat niet alleen een verhaal is, maar wat je zelf als ondernemer, maar zeker ook de mensen die er werken, kunnen en willen dragen. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, dan denk ik al dat je de helft van al het werk wat er moet gebeuren, verzet hebt. Want op het moment dat je een merk neerzet met een sterk verhaal, waarin mensen echt kunnen geloven en waarin ze zelf al waarde daaruit kunnen halen, dan zit je denk ik al gebakken. Dat is eigenlijk nog weer een stapje terug. Hè. Dus voordat je begint met het bepalen van een waarde en hoe je dan organisch kunt en zou willen groeien, gaat het in alle gevallen om wat heeft de ander eraan. Dat jij iets wil verkopen en dat jij graag een bedrijf wil maken, dat snappen we allemaal en dat is hartstikke leuk. Maar dat is nog niet waar de ander vervolgens iets aan heeft en waardoor de ander er mogelijkerwijs bereid toe is om jou ook te gaan betalen voor je product of dienst. Ofwel, wat is de waarde die jij voor de ander gaat creëren met het bedrijf wat je opzet? En ik denk dat dat alweer een mooi vertrekpunt is van het realiseren van een sterk verhaal rondom jouw brand, jouw merk. Nou, wat kun je vervolgens dan doen om dat verhaal ook daadwerkelijk te verkondigen en te verspreiden? Dan ga je content maken. In eerste instantie natuurlijk een strakke website waarin je het verhaal goed over de bühne krijgt, die er ook een beetje gelikt uitziet. Dus denk ook een beetje aan het design wat je neerzet. Maar vooral inhoudelijk moet het verhaal kloppen. De content van die website, de plaatjes moeten authentiek zijn. Het verhaal moet er overal in terugkomen. Mensen moeten goed kunnen vinden wat ze zoeken. Oftewel, de content op je eigen website moet kloppen. Dan vervolgens moet je op zoek gaan naar publiek. Hoe gaan die jou vinden? Het publiek zoekt heel veel op allerlei verschillende manieren. In een zoekmachine, in YouTube, want YouTube is ook gewoon een zoekmachine. Dus ga in alle gevallen content maken en zorg ervoor dat die content daar komt waar de gebruiker is. En is dat nu Google? Zorg ervoor dat je op Google gevonden wordt. Daarin kun je allerlei tactieken inzetten om je zoekmachine optimalisatie te vergroten. En daar gaan we het vast ook nog wel over hebben. En anders maar eens googlen. Hè? Want als jij ergens naar op zoek bent, dan zul je ook vinden wat je zoekt. En er is genoeg te vinden over hoe jij je website optimaliseert voor de zoekmachines. En daarin heb je natuurlijk twee varianten. Eentje is dat de website zelf goed organisch, goed zoekmachinevriendelijk in elkaar zit. Maar ook dat je off-page alles goed voor elkaar hebt. Oftewel dat je autoriteit opbouwt. Op basis van een linkprofiel. En dat linkprofiel dat kun je vervolgens weer opzetten door content te creëren, zoals bijvoorbeeld weer blogs of persberichten die je dan weer plaatst op andere platformen, waar vervolgens ook weer die potentiële klanten, zou we het klanten kunnen noemen, die potentiële kandidaten zitten die vervolgens jouw content zouden willen en kunnen consumeren, omdat ze daar vervolgens weer waarde uithalen. En heel vaak wordt het omgedraaid. Dus als je een persbericht gaat schrijven en je gaat ernaar op zoek hoe zit een goed persbericht in elkaar, dan is het vooral, het moet nieuwswaarde hebben. En daarin zit ook al het woord waarde. Hè? Dus de nieuwswaarde, er moet gewoon waarde in content zitten die je maakt. En of het nou een filmpje is, of het nou een blog is, of het nou een podcast is, of dat het nou een persbericht is, het maakt niet zoveel uit. Er moet waarde in zitten voor de ander. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is waar het om gaat. Als er geen waarde in zit voor een ander, dan zal het waarschijnlijk ook zijn doel niet dienen. En dan heb je het waarschijnlijk niet. Zal het ook niet opgepikt worden. En creëer je er feitelijk gezien ook niet de aandacht mee die je feitelijk zou willen hebben. Nou, wat zou je verder nog kunnen doen, hè, op het moment dat die content dan allemaal wel staat en op het moment dat je daar ook een beetje, misschien wel, al denk ik niet dat het kan, maar misschien ben je op een gegeven moment daar wel een beetje door jouw fantasie heen en weet je niet waar je nog meer over zou kunnen schrijven. Ik denk dat je sowieso moet door blijven gaan met het vertellen van jouw verhaal, met het vertellen en het creëren, het vertellen van
waar jij goed in bent en het creëren van waarde voor die anderen. Dat kan natuurlijk op 100.000 verschillende manieren. Hè. Geen verhaal is hetzelfde. Maar als je daar doorheen bent, dan zou je ook eens kunnen nadenken over bijvoorbeeld het participeren in of het opzetten van een eigen event. Dat heb ik in het verleden ook al vaker gedaan. Daarin hebben we er ook goed over nagedacht of dat dan een event zou moeten zijn wat gelijk onder de naam valt van jouw organisatie. En waarom hebben wij daar destijds voor gekozen om dat niet te doen? Omdat een evenement wat gelieerd is aan een bedrijf, dat is eigenlijk ook weer net zoals alles wat je aan het doen bent. Wat ik op dit moment bijvoorbeeld aan het doen ben met het uitbouwen van mijn personal brand. Is om ervoor te zorgen dat niet gelijk het verkopen op nummer 1 staat bij mensen op het moment dat ze je content gaan consumeren. En dat is natuurlijk bij een evenement ook zo. Op het moment dat het evenement gelieerd is aan een bedrijf, zijn mensen toch een beetje terughoudend, want ze zullen me wel wat willen verkopen. Het wordt vast een commercieel verhaal. Er worden natuurlijk allerlei aannames in gedaan en die hoeven niet altijd juist te zijn, maar het gebeurt en daar kun je rekening mee houden. Dus bijvoorbeeld een evenement organiseren onder een aparte naam en niet gelieerd aan de organisatie of aan een commercieel doel. En ook daar weer, ik hamer erop omdat ik het al vaker heb meegemaakt en vaker heb gehoord. Zorg ervoor dat als je dan mee gaat doen, gaat participeren of zelf een event opzet, dat het creëren van waarde voor de bezoeker van zo'n evenement, en of het evenement nou online is in de vorm van een webinar, of dat je echt een online event organiseert, of dat je het vervolgens op locatie doet, het maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat die bezoeker uiteindelijk weggaat met het gevoel dat de tijd die ze hebben geïnvesteerd in het bezoeken of het beluisteren of het bekijken van jouw event, dat ze daar vervolgens ook echt voor zichzelf iets aan waarde uithalen. En als je het nou echt goed doet, dan zorg je er ook gewoon voor dat je in het hele verhaal iets verwerkt, waardoor mensen ook daar altijd over blijven nadenken of daar vervolgens ook met elkaar over blijven praten. Dus er moet iets geks gebeuren, er moet iets memorabels aan de hand zijn. Heel vaak zie je dat evenementen dat proberen te bereiken door bijvoorbeeld een keynote op het podium te zetten die hoge ogen gooit, waar mensen dus nog lang over zullen blijven praten. Maar ook die keynote speaker die moet vervolgens iets te vertellen hebben wat waarde biedt en die moet ook daarin iets memorabels hebben gedaan, zodat mensen daar ook altijd weer naar terug zullen grijpen. Nou, dan vervolgens dat hele verhaal, hè, en alles wat je daarin doet, dat moet zoveel mogelijk onder de aandacht komen. Dus zorg ervoor dat je social media daarin op een goede manier inzet. Ik denk dat er geen platform is waar je niet jouw verhaal op zou kunnen vertellen. Het kan overal. Je zult het ook overal moeten doen. En het moet ook met een bepaalde regelmaat. Want al die platformen die hebben zo hun algoritme. Die zorgen ervoor dat je wel of juist niet onder de aandacht komt. Dus het gaat er vervolgens om dat jij die platformen helpt om de bezoeker van hun platform zo lang mogelijk op dat platform te laten komen. En te laten blijven ook, zo vaak mogelijk te laten komen en zo lang mogelijk te laten blijven. Dus creëer zoveel mogelijk content wat waarde toevoegt voor die eindgebruikers, zodat ze zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk gebruik maken van het platform. En daar zal het om moeten gaan. Dus ga testen, ga onderzoeken wat werkt voor jouw merk, wat werkt voor jou als persoon. Wat vind je zelf prettig, welke vorm van communiceren vind je zelf fijn. Maar vooral ook op welke manier blijven die platforms, blijven de mensen uiteindelijk zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk terugkomen naar het platform. Als je dat voor elkaar hebt, dan zul je zien dat de algoritmes je steeds leuker en leuker gaan vinden. En dat je boodschap meer en meer en meer verspreid wordt. En dat is precies wat je wil. In de kern is het waar het hier om gaat. Doe het met passie, doe het met enthousiasme. En hou vol, want het is niet iets wat binnen een week gerealiseerd is. Het heeft echt tijd en aandacht nodig. Maar ik weet zeker dat op het moment dat jij het ook wil en je hebt passie voor hetgeen wat je aan het doen bent, voor jouw bedrijf, voor jouw vak, dan maakt het ook niet uit, want dan is het geen werk, dan is het gewoon altijd hobby. En dan haal je er altijd energie en lol uit en dan breng je dat ook over. Mocht je nou nog vragen hebben of ik kan je ergens mee helpen, laat het me even weten door een berichtje in de comments te zetten bijvoorbeeld. Of stuur me eens een privéberichtje of een DM, direct message, zoals ze dat zo mooi noemen op sommige platformen. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je het nog niet gedaan, abonneer je dan even, want wie weet komt er nog meer van dit soort waardevolle content voorbij. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en tot de volgende keer.